Een Chinese vereniging doneert een groot bedrag voor het herstel van de oude kerk. Fuseren straks de beide centrumapotheken in het nieuwe medische centrum. En bekijk hoe de Limburgse jagers het kinderrevalidatiecentrum in Houtum helpen. Welkom bij TV Valkenburg vandaag. Het is in China een vanzelfsprekendheid als daar een grote ramp gebeurt dat mensen helpen. Het zit als het ware in het DNA van de Chinezen om elkaar te helpen. Zo ook bij de Chinezen die hier in Nederland zijn. Hun vereniging, en dan moet ik heel even op het papier kijken, Zhejiang Qingchan, Vereniging Nederland, staken de handjes uit de mouwen en zorgden via donaties dat pastoor Jansen van de parochiekerk een fikse financiële bijdrage in ontvangst kon nemen. Het is allemaal een beetje improviseren, want we zijn nu precies 3 weken nadat de ramp heeft plaatsgevonden. En ik wil jullie graag wat beelden laten zien van wat zich heeft afgespeeld. En ik zal in de tussentijd ook wat toelichting geven wat er gebeurd is. Om een idee te geven, we hebben 2300 beschadigde woningen, waarvan een deel dusdanig verwoest is dat daar de mensen ook niet meer kunnen wonen. We hebben 500 bedrijven van horeca tot hotels, tot zorginstellingen, tot juristenkantoren, zeg maar de dienstverleners, die getroffen zijn door de ramp en eigenlijk ook op dit moment gewoon niet kunnen exporteren. Dus ook hun bedrijf, grote onzekerheid is ontstaan. En we hebben 5 zorginstellingen, verpleeghuis, hospice, het kindcentrum van Adelante, die ook zwaar getroffen zijn, ook miljoenen schade hebben en op dit moment ook niet operationeel zijn. Al met al is de schade die we in de gemeente Valkenburg aan de Geul hebben, bedraagt om en nabij de 400 miljoen euro. Ik ben Yang Pingxiu, ik ben de voorzitter van de Qingtian Vereniging. Qingtian is China, een heel klein dorp. Bij ons dorp wonen bijna 600.000 inwoners. Wij noemen klein dorp. Bij ons dorp wonen meer dan 50% in het buitenland. En in Nederland wonen hier bijna 20.000 van onze district mensen. En bij ons vandaag komen hier, ze zijn allemaal uit Nederland verschillende plekken. Wij komen hier, van onze normale mensen uit de liefde hadden. Ja. En toen was het in Nederland gebeurd, wij zijn onderling een beetje een vergadering. Weet je waarom? Onze verenigingen zijn door vaker van de donatie voor het goede doel, voor de China of voor andere dingen. Ja. Toen was het in Nederland zoiets gebeurd, en wij denken, oké, hoe moeten wij doen? En zeggen we, ik noem ze, wie zijn wij? Ja. Wij denken, oké, wij zijn Chinezen, maar niet vergeten, wij wonen hier. Wij zijn allemaal oude Nederlanders. Ja. Wij zijn allemaal net een Nederlands paspoort. Wij leven hier. Ja, wij werken hier. Wij meer dan 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar hier. Ja. En wij zijn eigenlijk meer hier, zijn ook thuislands, hetzelfde. Dat daarom zeggen, wij gaan onder een beetje een vergadering gelijk gedaan. Oké, Nederland best wel zeggen, oké, Nederland is een lijkenland. Ja, van onder, oké. Wat ga je doen? Kijk, voor de rijke mensen eigenlijk niet zoveel te helpen zijn. Nee. Wij zijn oké, wij moeten vergeten van de rijk op arm. Wij gaan praten over hoe gaat het met onze hart mee. Ja. Dat vinden we heel belangrijk. Dat wij met ons mee, met ons, de liefde hadden aan de, met de hier, ja. Focus mee. Ik ben 1,93 meter, dat ik er helemaal op kom. Ontzettend blij ben ik als pastoor, ik ben pastoor Herman Jansen, bijna 40 jaar pastoor in deze kerk. Ik heb dus heel veel moois, maar ook heel veel verdrietigs meegemaakt. Want het lijkt wel of het dit jaar een geweldige overstroming is geweest, en dat is het ook. Het summum, geweldig van de grote overstroming die we gehad hebben. Maar ik heb als pastoor het al 4 keer meegemaakt. Maar nooit zo erg als nu dit jaar wat nu gebeurd is. Frederik Leboei, jij bent nu 3 weken bezig hier als coördinator van al dit vrijwilligerswerk. Hoe is de stand van zaken nu in de kerk? Nou, we komen er nu, begint de schade eigenlijk pas zichtbaar te worden aan het gebouw. Dat heeft er vooral mee te maken dat het water uit de muren begint te trekken.
En het laat heel veel sporen na. Met name het stukwerk begint op heel veel plaatsen los te laten. De kerk is nog lang niet droog. Het zijn muren van 60 centimeter dik. Dat gaat nog een paar maanden duren en iedere dag wordt de schade groter aan het gebouw. En dat is wachten tot het water echt uit de muren is. Heel veel hulp gehad van mensen om je heen. Kun je daar iets over vertellen? De eerste dag dat we konden poetsen, het vrijdags, hebben we met een man of 20 gewerkt. Toen is vooral de kunst veiliggesteld. De zaterdag erna zijn hier ongeveer 70 vrijwilligers bezig geweest. Toen is alle meubilair op één dag eruit, erin en tussendoor de kerk helemaal geschropt en geboend. En het meubilair is nu neergezet zodat in ieder geval erediensten kunnen plaatsvinden. Er zijn ondertussen ook al een aantal uitvaarten geweest. Dat is te doen. Het koor kan weer zingen. Het elektronisch kerkorgel heeft het gelukkig wel overleefd. Maar de rest van interieur, dat zal zijn tijd nodig hebben. Is het nog nodig dat vrijwilligers nog de hand uit de mouw steken? Kun je nog hulp gebruiken? Op dit moment moeten we wachten tot het gebouw droogt. En daarna kunnen we nog een keer een tweede poetsbeurt organiseren. En dan zullen we gewoon via social media een oproep plaatsen wanneer dat gaat plaatsvinden. Ja. Meneer Pastoor, wat een verrassing in deze kerk, ondanks alle ellende die u heeft meegemaakt. Ontzettend groot is deze verrassing. En ik moet er mee zeggen, los van het bedrag, het geldbedrag, wat we zeer waarderen, is het ontzettend fijn te voelen van hoeveel mensen, zelfs wereldwijd, meedenken aan ons Valkenburgers, en in dit geval aan ons parochianen van Nicolaas en Barbara, die heel zwaar getroffen zijn, net als vele anderen. En dat geeft het gevoel, we staan er niet alleen voor. Zelfs wereldwijd krijgen we steun, ook in deze vorm en ook op andere vormen. En het was en een verrassing en daarbij ook nog het gevoel van, we komen er. We komen er. Absoluut. Naast me staat Martin Eurlings. Martin, jij bent een beetje de verbinder geweest, hè, tussen de vereniging van Chinezen hier in Nederland die hun hart openstellen voor mensen met rampen om een van meer te helpen. Hoe is die verbinding tot stand gekomen? Ja, kijk, in China is als je bevriend bent, is dat niet iets voor een kleine periode in je leven, maar dan is het voor altijd. Dat is gewoon zo. En Lei, dat is een ondernemer die een Chinees restaurant had bij de Fluwelengrot. Die is hier al een paar tientallen jaren weg. Maar die belde mij op en zei, Martin, luister, er is behoefte in onze vereniging onder het motto van open je hart. Wij willen iets doen. Wij willen om Valkenburg heen ook onze armen sluiten. Valkenburg in onze armen sluiten en kijken wat wij kunnen bijdragen om weer uit de geul te herrijzen. Een heel mooi bedrag, hè, wat u heeft ontvangen. Maar ik denk dat nog heel veel geld nodig is. Er is heel veel geld nodig en ik kan gelukkig niet zeggen hoeveel. Dat laat ik aan de mensen, de moneymakers over, die dus op een gegeven moment, trouwens nog niet alles is in beeld, verzekeringen, die zijn nog aan het taxeren enzovoort. Je durft geen bedragen noemen, maar ik denk wel dat dit een hele mooie fundament, start is van heel veel gelden die echt wel binnen zullen komen. Het zij langs de verzekeringen, maar ook zijn de particuliere inzet van heel veel mensen. We hebben hier letterlijk een melkbus klaargezet de dag na de ramp, wat er iedere dag in zit. We hebben een medewerker, Harry de Boe, die maakt die iedere dag trouw leeg. 5 cent, ook 20 euro en ook 50 euro. Al dat samenkomende hulp betoon, zeg maar, gaat uiteindelijk toch niet alle kosten dekken, maar die zijn ook gewoon nodig. Meneer Zhu, het is een goed gebruik in China om elkaar te helpen. U doet dat nu ook in Nederland. Hoe komt dat? Zit dat in uw DNA? Ja, is bij onze arme Chinezen in het DNA. Wij willen graag als ze like familie zijn. Chinezen, van Chinese geschiedenis, van 35 jaar, China natuurlijk en de geschiedenis, behoorlijk veel probleem, veel schade, alle dingen is gebeurd. En Chinezen hadden onderling een beetje helpen, steunen. En nu in Nederland. In Nederland, zoiets gebeurt, wij vinden ook wel, dat is onze familie. Wij zijn ook Nederlander. Wij lijken ook een Nederlands familie. Wij moeten jou helpen. Ik heb u horen zeggen in uw toespraak, wij openen ons hart. Ja, kijk, alle lieve mensen moet je met open hart, iedereen een beetje meehelpen. Klein een beetje, maar alles bij elkaar wordt heel groot.
Langzaam maar zeker groeit het medisch centrum in Valkenburg. We hebben vandaag even een kort gesprek met Pieter Wijnand en aan hem de vraag: hoe is de nieuwe ontwikkeling? Maar achter de schermen wordt heel hard gewerkt om zoveel mogelijk de samenwerking binnen de zorgverleners tot stand te brengen, waaronder de apotheek. En wat gaat gebeuren met de apotheek? Er zijn er twee in Valkenburg. Ja, dat klopt. Er zijn er twee apotheken, dat klopt. Maar de bedoeling is dat het uiteindelijk in het nieuwe centrum één apotheek wordt. Daarom hebben we de laatste tijd met de beide organisaties gesproken van hoe kunnen we nou het beste deze twee apotheken in één nieuwe entiteit in het medisch centrum laten plaatsvinden. En uiteindelijk hebben we besloten dat ik die apotheken overneem en ze op den duur ga fuseren. Hoe is het eigenlijk verder gegaan met de overstromingen hier pas geleden? Heeft dat nog veel problemen opgeleverd? Nou ja, Heinz, zoals bij heel veel mensen die hier in Valkenburg en in de omgeving wonen, is zowel privé als zakelijk veel schade. Gelukkig zijn wij privé hier goed vanaf gekomen. De kerk is tamelijk vochtig achtergebleven. En dat heeft natuurlijk wel consequenties voor de start van de bouw. Wanneer is het voorzien, die start? We gaan na de bouwvak samen met de aannemer kijken welke extra maatregelen we gaan nemen om in de toekomst bij een soortgelijke overstroming de schade zo klein mogelijk te houden. En we doen nu ook nog onderzoek naar de fundamenten. Maar daar maken we ons niet veel zorgen over. Want de hele kerk staat op paden. Het is net Amsterdam. Slappe grond. Dus ze hebben toen al gelukkig de wijsheid gehad om de hele kerk op paden te zetten. Zodat hij niet in de geul verdwijnt op de slappe grond. En wij gaan er nog heel veel extra heipalen, of dat zijn eigenlijk schroefpalen, komen ook nog in het pand. Omdat het gewicht natuurlijk wel gaat toenemen voor zo'n nieuw medisch centrum. Ja, en dan wanneer gaat die fusie met de apotheken nu van start? Ja, dat is een goede vraag. Weet je, het samenvoegen van twee teams naar een nieuw goed samenwerkend team kost tijd. Dus we hebben besloten, het blijft nu nog zoals het is, dus ook op deze twee locaties. Maar achter de schermen gaan we met de twee teams aan de gang van hoe willen wij straks samen in het nieuwe medisch centrum een moderne, nieuwe apotheek neerzetten. Wat komt er nu in dat medisch centrum? Dus ik zal het samenvatten door te zeggen, er komt een beweegcluster op de begaande grond samen met de apotheek. Dus moet je denken aan fysiotherapie, ergotherapie, podologie, de kinderfysio. Maar er komt ook NVA met de thuiszorg. En op de eerste verdieping de huisartsen en het Zuiderland ziekenhuis, daar zijn we mee in gesprek. En ook diagnostiek, Mitralis. En verder komt de GGZ, huidtherapeuten, logopedisten, diëtisten, consultatiebureau, GGD. Nou, het wordt heel druk in de tent. Een invasie van de Limburgse jagers in Valkenburg. Zij zouden naar Wales gaan, maar de oefening kon niet doorgaan door corona. Toen besloten zij hun hulp aan te bieden aan de gemeente Valkenburg. Ze werden warm ontvangen door de burgemeester en daarna 2 dagen ingekwartierd bij Adelante. En daar hielpen ze volop met de herstelwerkzaamheden die daar nog nodig zijn. Jij bent commandant van de Telte-compagnie van het verkennerspeloton, hè? Ja. Maar ik moet zeggen, de Limburgse jaren is een begrip hier in Limburg. Zeker. Wat brengt jullie nu hier in Valkenburg? Nou, een tijd geleden zijn jullie natuurlijk getroffen door best wel grote watersnoodramp. Op dat moment zaten wij op oefening in Oostenrijk. En wij hadden eigenlijk het idee dat we het jammer vonden dat we niet konden helpen. Want daar zouden we natuurlijk van dienst kunnen zijn. Deze week zouden we eigenlijk in Wales op oefening zijn, want we zijn bezig met de voorbereiding voor een grote wedstrijd. Wales in Groot-Brittannië? Ja, dat is correct, in Groot-Brittannië. Maar vanwege de coronamaatregelen hebben we daar uiteindelijk van afgezien, want het was te onzeker of we daar uiteindelijk heen konden. En toen hebben we eigenlijk de optelsom gemaakt dat we van meerwaarde kunnen zijn hier in Limburg. Goed begrijp, Philip, sergeant van de Delta Compagnie. Jij bent een beetje de aanjager.
Maar ik heb begrepen dat je ook hier vanuit de buurt komt. Ja, ik kom zelf. Ik woon in Hoorn. Ik kom uit Eithuizen. Dus wel Limburger. Maar zoals Tjerk al aangaf, ik heb een kennis die in de gemeenteraad zit. Ik kwam op het idee om dit in plaats van Wales uit te gaan voeren. Dus toen contact gelegd. En uiteindelijk hier terechtgekomen en toch nog ergens kunnen helpen in heel deze ramp. Een beetje solidariteit van de Limburgers onder elkaar? Ja, precies. Een stukje verbondenheid van ons regiment met de provincie Limburg. Ik denk dat dit daar goed op aansluit. Ja. Wat gaan jullie concreet doen? We gaan zo meteen naar een plek waar gehandicapte kinderen eigenlijk afhankelijk zijn van onderwijs en van een deel zorg ook. En we hebben begrepen dat daar de nood op dit moment het hoogst is. Dus het maakt ons eigenlijk niet zoveel uit waar we ingezet worden. En nu hebben we deze mooie locatie meegekregen. Dus we gaan zo meteen die kant op en gaan we kijken waar wij onze mankracht kunnen inzetten. Mevrouw Teunissen, communicatieadviseur. Vanmorgen een peloton militairen voor uw deur. Wat dacht u toen? Ja, dat was een hele mooie verrassing vanuit de vrijwilligerscentrale geregeld door de gemeente Valkenburg en de Geul. We kunnen die hulp heel hard gebruiken. De locatie is ver leeg, alleen er moeten nog kasten afgebroken. Er moeten nog vloeren leeg weggetrokken worden. Dat we weer met het herstel echt kunnen beginnen. Er is veel te doen hier. Hè? U wil op 7 september weer met de school starten. Gaat dat lukken? Nou, niet op deze locatie. Dat voorzien we dat echt niet gaat lukken. Daar moet nog te veel voor gebeuren. We zijn nog bezig om een andere locatie te regelen. En dat is wel ver rond. Maar dat zal ook wel komende week wel bekend worden of dat inderdaad ook daadwerkelijk zo door kan gaan. Dan gaan we in de vakantieperiode willen we die locatie opknappen. En kijken dat we dan met de school kunnen starten, maar op een andere locatie. Ja, maar als ik goed begrijp, dan is het wel zo dat alle locaties die allemaal zwaar onder water hebben gestaan, weer te repareren zijn, te renoveren. Dus dat het weer hersteld kan worden. Ja, daar gaan we vanuit. Dat het wel weer hersteld kan worden. De schade loopt wel echt in de miljoenen. Dus, en er lopen nog allerlei. Ja, dat gaat nu allemaal lopen. Allemaal trajecten met verzekeraars en. En waar gelden vandaan kunnen komen. Want we hebben het wel hard nodig, maar dat zijn natuurlijk heel veel hier in Valkenburg en de Geul, ook ondernemers. Maar we gaan er wel vanuit dat we kunnen herstellen. Alleen dat heeft wel tijd nodig. Jubileum, activiteit of nieuwstip te melden? Mail info@tvvalkenburg.tv.